Ja, ik ben Daan Bongers. Ik ben geboren in Boulder. Ik woon in Boulder op Kuukfan. En ik heb een vrouw en twee schatten van kinderen. Eén is anderhalf en de andere is 8 weken oud. Ik werk bij de beroepsbrandweer in Venlo. Ja, daar zit ik op de 24 uur dienst als manschap, ziende, dus voor de oetruk. En ja, we werken hier van 24 uur, dus we hebben 8 uur dat we werkzaamheden verrichten. En 8 uur rust en 8 uur slopen. Dus we komen ook gewoon niet thuis. Waar de meeste mensen gewoon naar het werk gewoon fijn netjes thuis komen even warm te eten, zitten we hier echt 24 uur. Dus. Het waren 14 september afgelopen jaar. En toen kwam er een telefoontje van iemand. En die persoon die had ik als enige in mijn telefoon staan van de kook. Want die had ik vorig jaar voor de optocht had ik die gehad. En ja, ik zocht de naam staan en ik roep tegen Ellen: volgens mij werk Prins. Ja, en ik neem op en toen vroeg die man aan mij van. Ja, kunnen we eens met zich komen praten? Nou, dus de mensen, ik zeg waarom dat dan? Ja, of zich Prins wil weer. Dus ja, die kwamen met 3 man, kwamen die met mij praten of ik Prins wil weer. Ja, en toen ik had opgehangen, ja, toen heb ik pas aan Ellen gevraagd van, moet ik Prins weer eigenlijk? Limburg, zit je klaar? Man, dat zou je toch gaan zien. Het waren geheimzinnige regelen natuurlijk, want ik was niet alles al van tevoren in de kalender zetten of ik nou vrij heb. Dus, want anders hadden ze dat zo gerooien. Als ik alles vrij had, ook van tevoren voor de vastloven, ja, dan is dat te rooien. Ja, wat verwacht je ervan? Ja, dat is iets nieuws voor mij natuurlijk. Prins zien, dat was ook maar 1 keer. Ja, wat verwacht je ervan? Ja, dat de zalen gevuld zijn, dat de mensen allemaal enthousiast zijn en dat ze allemaal trots zijn dat wij als trio veur op mogen lopen, zou ik maar zeggen. En ja, dat iedereen het goed naar zijn zin heeft en dat ze naar de vastlovend zeggen van nou, dat waren een geslaagde vastlovend met de trio van Boulder voorop. Nou, dat uitkomen dat waren een hoogtepunt. Maar nu van de weekend zien de zittingsoven en ja, dat is ook een hoogtepunt. Mm. Nou, we hebben ook nog een verrassing voor de Boulderse mensen. Mm. We gaan een liedje zingen, het ooie nummer van de Koek van Eigen Deeg. Ja, een beetje hopen dat de mensen uit Boulder dat liedje een beetje kennen. De optocht is ook een hoogtepunt, want het snoepstrooien, dat lijkt me toch ook een toppunt. Allemaal die jeugd die allemaal achter de wagen rent en allemaal die mensen die stonden te zwaaien langs de kant naar de weg. En, ja. Ja, op 16-jarige leeftijd ben ik begonnen met fietsen. Daarvoor heb ik eerst altijd gevoetbald. En op een gegeven moment moest ik een keuze maken van, ja, ik werd op een gegeven moment zo goed met fietsen dat ik me de keuze heb gemaakt voor ik ga fietsen. En, ja, al heel snel kwamen de overwinningen. Ik kwam voor aan te rijden en nou, ik ging stad en land af voor mijn kilometers te rijden in de wedstrijden. Onze spreuk van 2017 is: met een peloton achter ons aan gaan we er volle bak tegenaan. En een wens is dat alle mensen in Boulder ervan genoten hebben dat wij als trio voorop hebben mogen lopen. Als tijd is kost.